De Adélie-pinguïn is één van de twee pinguïnsoorten die op het Antarctisch vasteland broedt. Ze wachten in groepen op het strand. Ze willen het water in, maar ze durven niet. Ze durven alleen maar als ze in een grote groep zijn. Dan duiken ze met z'n allen gezamenlijk. Zo gauw de eerste het heeft geprobeerd, duiken ze erachteraan. Ze zijn erg bang voor orka's en voor zeeluipen. Ze kunnen daar op het water op ze wachten. In een grote groep zijn ze veilig. In een grote groep gaan ze op weg naar de rijke plekjes met krul en inktvisjes waar ze gaan eten. Intussen in de kolonie wachten de jongen. Hier zie je de jonkies staan wachten op hun ouders. Sommige jongens zijn al flink groot, maar beide ouders kunnen weg. Andere jonkies zijn veel kleiner en moeten nog warm gehouden worden door de ouders. Daar komt er een ouder uit het water, vol met vis en kril, op weg naar zijn jonkie. Maar waar is die nou? Dat is een heel verzoek. Ze gaan toeteren en met dat getoeter waarschuwen ze dan. Let op, want daar van achteruit met zijn witte buik komt er eentje aanrennen. Die heeft zijn ouder gehoord. Ja, daar komt hij aan. Ja, ja, jij bent mijn ouder. Ja, ik hoor het, ik hoor het. Hem begroeten, zwaaien met de kop. Hallo, hallo. Maar ben jij het echt wel? De ouder rent weg en de kuikens rennen erachteraan. En het sterkste kuiken krijgt het eerste voer. Als jij het eerste bij mij bent, dan heb jij de eerste keus. Het sterkste kuiken rent achteraan. De tweede kuiken raakt wat achterop. En hier krijgt het eerste kuiken voer. Even later het tweede kuiken ook. Het eerste kuiken is gevuld. De tweede kuiken bedelt. Ik wil ook, ik wil ook. En in de tent. Het is nog extra voer. Het gaat nog goed. Kijk, daar zag je het voer in het snavel van het jong gaan. Er is nog voldoende voer om het jong, het ook het tweede jong, eten te geven.